Welkom, welkom, welkom bij deel 5. Nou, van deel 5 van Wereldreis. Wij zijn hier beëindigd. Waar we besproken hoe we het gingen doen. We hebben dat bespreekt. Dus we gaan verder met het leven. Op weg naar de dood. And our journey continues. Ik heb nieuw zwaard. Yep. Hij steeds. Nice. Oké, kom mee jongens. Wat we nou kunnen doen is doorlopen. En dan kunnen we komen bij een ruïne. Mm-hmm. Even onderzoeken wat daar ligt. Daar ligt alleen een Sif Common, dus daar hebben we geen flikker aan. Dan kunnen we een redelijk eind, naar een redelijk ver groot klote eind, naar rechts lopen en dan komen we bij Stonehenge. Ja. En daar ligt alleen een Military Rare. Maar we kunnen ook naar links lopen en dat is een stuk korter en dan komen we bij Sphere. Ik wil hierheen. Waar? Dat is een boom. Ja, klopt. Ik wil naar de boom. Wat is mis met hem? Je kunt niks vinden in de boom. Nee? Nee. Kutboom. Speel je energie niet. Ik denk ik heb een boom gevonden, maar nee. Zullen we naar Spire? Of... Ja, Spire. Nee, dat ging de laatste keer goed. Ja, maar toen hadden we oorlog met een mens, toen sprong ik te platter. Ja, zo dan spring je weer te platter. Ja, dan staat hij weer. Nee, zo slim ben ik. Wordt het nou weer donker? Dammit, net die klote regen. Ja. Spire lukt ons niet, snap het nou. We kunnen die jump map niet halen. Ah, we vinden het uit. Waarschijnlijk is het, misschien is het een hele makkelijke oplossing. Dat is net zo'n jump map als bij Extinct. Zo'n... Ja. Alleen deze is ook maar nog kutter zelfs. Uh-oh. We kunnen er in ieder geval een waypoint zetten. Oh. In Extinct kun je een Teros duiken krijgen. Wow! Wist jullie niet aan? Nee. Nee, ik was er echt niet bij toen het werd gemaakt. Eigenlijk niet. Okay, doofdreden was het niet. Ha, ik zie sneeuw rechts. Kom, we gaan erheen. Nee, wacht. Oké, daar is die brug. Zie je die brug? Ja, ik zie de brug. Oké, dat is wel lelijk. Wat? Alweer? We kunnen langs die brug aflopen, nog over het gras. En dan is de Spire best wel dichtbij. Mm-hmm. Maar we kunnen ook recht doorlopen. Over het bruggetje, daarna een hele lang pad volgen door de sneeuw. En dan komen we bij Red Gevel, zoiets. Er ligt één Military Rare Chest, twee Sif Common en de rest is allemaal Military Common. En het is ook een blauwtje. Alleen het is natuurlijk minder vet dan Spire. Jongens, we kunnen er altijd heen gaan en dan niet de jump map doen, maar gewoon er een waypoint al vastzetten. Want ja, dat kunnen we doen, uiteindelijk weer terug. Ja, maar doen. Hebben we eigenlijk nog wel voedsel? Nope. Ja, ik heb bedorven vlees. Ik heb rot vlees. Ik heb 3 meloenen, dat is enigste. Weet je wat ik ga doen? Wacht even. We kunnen lopen trouwens. Waar zijn jullie? Well, ik sta op de brug. Je moet niet op de brug. Ja, maar je moet even wachten. Dan kan ik over gaan eten en ben eigenlijk dan weer helen met antidotes. Wacht, kom maar. We gaan wel over de brug, dan kunnen we langer over land lopen. Oké, maar ik wacht. Je hoeft je nog niet meteen te helen met antidotes, hè? Nee, maar laat staan. Wacht de brug is dus naar de tyfus. Oké, die is goed gegaan. Nog één. Die is fout gegaan, mooi. Nog één. Nice. Ik heb antidote, dus ik ga ook even eten. Goed. Oh, wie dekt ons nou? Hoe kan ik dat afspreken? Oh, hoe komen jullie daar? Jumpen. Hier, daar zo. Ja? Vanaf hier? Nee. Hier, die steen naar beneden. Ja? Dan op deze steen hier. Oh, fijn. Ik zwem. Ja, maakt niet uit. Toch maar een klein mini-stukje. Ja, daarom. Dus hier moeten we toch weer lopen. Oh, wat leuk. Wat een mooie sneeuwberg. Oh, het is helemaal sneeuwtastisch. Ja. Oh, jammer. Sneeuw en de wolken. Sneeuw. Oh, dat sneeuw is erg onregelmatig. Ja, daarom loop ik het toch even zo. Ja. Wat voor jammer. Daar is, ik zie het. Wat zie je? Het eiland.
Nou, oh, daar, ja, ik zie hem, Laten we erop afgaan. Hoi, kom. Zullen jullie alvast je boog in de hand pakken? Heb ik. Holy shit, nou kan ik hem tenminste helemaal zien. Maar ja, hij is hem aan laden, Jullie kunnen beter niet gaan jumpen. Zijn we ook niet van plan? Nee, ben ik tenminste niet van plan. Nee, ik we gaan we dood en dan zijn we ons best wel goede stuff bij. Het ding is best wel groot, hè? Ja. Ik wil wel even gaan bekijken hoe die jump... Kijk, zie je die uitsteeksels? Ja. Daar staat een sowieso een dungeon chest op elke. Ja. Dus misschien is er een makkelijke manier om te komen. We kunnen altijd zien. Ja, oh, ja, ik heb er gewoon voor mij lopen, hè? Nou, ik zie hier geen zombies. Kom, we gaan jumpen. Laat ik eerst een waypoint zetten. Spire. Oh damn. Ja, ik ga alleen kijken hoe de jump map er precies uitziet, zodat ik een beetje kan uitstippen wat de makkelijkste weg is. Veel moeilijker dan al Bradley's jump maps bij elkaar. Oké, die moet je daarheen. Dan moet je daarheen, dan kun je... Ik weet hoe die moet. Ja, je moet het ook met me lukken, hè? Ik heb veel te daaronder. Nou ja. Waar is die nou? Ik kan het niet laten. Oh, ik ga proberen. Gast, die spullen. Ja, kijk, Damien, kom eens hier. Ja. Alsjeblieft. En die. En we dat. We raken Jesse kwijt. Ja, jullie raken me kwijt. Oh, die was soulbound, oeps. Ja, ik kan en... niet jumpen, ja. Inventory zit nu vol. Oh, dan hou ik mijn waterflesje bij. Maak jij mijn auto zwaard. Oh, die zit ook vol. Op goed geluk dan maar. Wacht, ik wil één auto zwaard terug. Straks is daar boven iets. Ja, nou pak maar, want wij kunnen hem niet pakken. Oh. Ja, onze inventory is veel te veel succesvol. Vaarwel jongens, want ik ga bij de eerste jump. Hij heeft nog 10. Falen. Oh, heb ik nog... Oh. Wacht, dan pleur ik... Ja, wacht even. Dan pleur het ik kan een lava vallen als je weet. Geef de chain. Oké, ja. De broek is in lava. Ik heb de... De broek is in lava chain. Gevallen. Ah, wel jongens. Ik ga dit niet halen. Oh, maar wat. Wacht, maar springen. Hij wordt serieus. God sta mij. Oh, ik had bijna dat stukje al niet gezien. Kijk hoe hoog je moet, Jesse, serieus. Hij doet het nog best goed hoor. Waar moet ik heen? Ach god. We zien allemaal je naam. Ik hou de ingang in de gaten. Misschien komt er iets en nee, dan. Nee! Hij wou niet springen! Nee! Hij wou niet springen! Hij wou niet sprinten! Pas op voor de zombie! Zombie! Hij wou niet meer springen. Laat ik een kut zombie. Het was een jump van 2 meter. Alleen hij wou niet sprinten. Hij spaced het water in. Nou, ik ben dood. Kijk, daarom moeten we dus... Hij wou niet sprinten. Zijn nou, ga niet, ga niet, ga niet. Jesse zombie loopt nog ergens rond. Ik weet niet. Iemand moet hem afmaken. Hij loopt daar. Hey, Tiger King. Hallo. Pas op, hè. Hallo. Ik weet nog wat hij in zijn mars heeft. Ah, het is een Tiger King, die staat niet voor. Yes! Stuk! Ja, we zitten vol. En... Nou ja, de ding staat hier, dus op zich... Laat dit maar liggen, dat is allemaal nuttig. Nice. Laten we verder gaan. Zonder Jesse? Zonder Jesse. Oh, ik ken hem. Hij was eigenwijs. Wat een sukkel. Kom later. Ja. Kijk dan hoe hoog je moet, man. Dat is toch niet te doen? Nee, het was een kei simpele jump. Ja, maar dan nog. Je hebt altijd dat ongeluk. Je gaat die jump map gewoon niet halen. Alsnog kom je fucking hoog, word je zenuwachtig, flik je er nog af. Dat heeft echt geen zin. Dus ja. Ja, dat is dikke rage dan als je helemaal boven bent en valt. Ja, dan kleur je de computer uit, speel je nooit meer Mindsie. Oh, even drinken. Is dat een idee? Oh, ik moet nog 3 glazen flessen nu vullen. Ik heb de glazen fles van Jesse gevonden. Problemen van rijke mensen.
Oh, ik had nog eentje. Oh, kijk, een steenzwaard. Dat is handig. Ik heb nu 3 glazen flessen. Ik heb er 2. En dan kan ik het mee doen. Oké, Jesse. Schiet op. Ja. Gewoon aan Spire. Nee, Spire gaan we niet meer doen. Oh, heeft iemand een axe? Want anders zou ik even iets weggooien voor die axe. Want dat is wel belangrijk. Ik heb al 1 axe. Oké, nou dan kunnen we laten liggen. Maar dat is wel belangrijke stuff. Oké, als jullie nou aan dezelfde kant, waar we dus weer naar het sneeuwgebied alvast gaan. Ja. Dan ben ik onderweg. Oké, nou het sneeuwgebied is daar, dus laten we erheen lopen. En dan moet je even over de berg heen en dan zie je het volgende dorpskamp. Oh, kijk, dat ding big zijn, jongen, die Spire. Hoe wil je daar opkomen, jezus? Hij heeft ook zo'n bol. Ah, ik word gevolgd! Oh. Hij is dood. Ik zei het toch, dat hij juist niet altijd zo moest laten doen. Ja, nee. Klopt. Oh, kijk die berg dan even laden hier. Flink ding. Het volgt me nog, het volgt me nog. Dark was al stil te gaan als je helemaal op de top komt. Is het een zombie of is het een player? Een zombie player. Dat maar zou... hij wil niet weggaan. Hij blijft maar rennen. Hij is echt vet, man. What the fuck?